Hallo, ik had hier in levende lijven moeten staan. Ik had beloofd u een verhaal te vertellen over mijn werk, maar ik zit op Spitsbergen op het moment. Het wordt daar steeds warmer en ik werd heel onrustig en ik dacht ik moet nu naar Spitsbergen toe. En daar ga ik u iets meer over vertellen. Ik werk bij de faculteit der letteren, ik ben Maarten Lonen en ik werk bij het Arctisch Centrum. En dus het is niet gek dat ik naar de Noordpool ga. 3000 kilometer noordelijker van waar wij nu hier zitten. 900 kilometer noordelijker dan de Noordkaap van Noorwegen. 900 kilometer van de echte Noordpool af. Heel erg noordelijk. En misschien kan ik u direct vertellen dat ik daar in de sneeuw zit. Waarschijnlijk op dit moment ligt er nog heel veel sneeuw. Maar op de open plekjes zijn er al ganzen gaan broeden. En die probeer ik te volgen. En daarom ben ik naar het noorden gegaan. Want ieder jaar ga ik dus naar Spitsbergen toe. Maar ik wil eerst nog zeggen, ik hoor dus wel bij de faculteit der letteren. Het Arctisch Centrum valt onder de faculteit der letteren. En daar zijn we erg blij mee. De faculteit der letteren is een prachtige samensmelting van allemaal kleine groepjes die allemaal hun eigen expertise hebben. Het Arctisch Centrum is ook multidisciplinair. We hebben archeologen, historici, geologen, geografen. En dat maakt het een hele mooie mix en ook typisch eigenlijk letterenfaculteit. Ik ben bioloog. En ik ben echt wel met de vogels bezig, maar eigenlijk de interactie tussen de dieren en de omgeving. Bij archeologie bestuderen ze de interactie tussen de mens en de omgeving. En zo zie je dat er toch wel heel duidelijke parallellen zijn. Maar mijn verhaal zal voornamelijk over beesten gaan. Want wat ik daar doe op dit moment is eigenlijk kijken naar de ganzen, nesten controleren. En dan kijk ik wanneer de jongen uitkomen. Hier zie je zo van die jonkies. Eén dag oud, in het nest nog. Tweede dag gaan ze het nest verlaten, gaan ze grazen op de vlakte. Maar ik stel dus precies vast wanneer ze ieder jaar geboren worden. Dat heb ik al sinds 1990. Toen begon ik als promovendus bij biologie met dit onderzoek. Sinds 1990 heb ik ze alle jaren bijna kunnen volgen. En eigenlijk wat je ziet is een hele plotselinge shift. Het wordt steeds warmer op de Noordpool. Maar de ganzen hebben het heel lang konden niet eerder komen om allerlei redenen. Ook omdat ze niet wisten dat het te warmer werd. Maar in 2006 hebben ze de sprong gemaakt en komen ze ineens 14 dagen sneller. En moet ik ook vroeger naar het hoge noorden toe. Als de jongen zijn uitgekomen en iets gegroeid zijn, dan laten de ouders alle slagbenden van de vleugels vallen. En kunnen ze een maand niet vliegen. Dan, op het moment dat de jongen kunnen vliegen, kunnen de ouders ook weer vliegen. Maar in die tijd is het ideaal om ze te vangen, te wegen en te meten. En hier zie je dat we met kano's die ganzen bij elkaar drijven in dat prachtige landschap van Spitsbergen. En daarna vangen we ze in een net. En dan kunnen we ze gewoon meten en wegen. Hier heb ik een gans op de schoot waarbij je eigenlijk ziet die slagpennen, die blauwe stukjes uit de vleugel, dat zijn de groeiende slagpennen, 9 mm per dag groeien ze. Ze moeten 28 centimeter lang worden, 9 mm per dag in de maandtijd. Moet je voorstellen dat je vingers zo snel groeien. Je zou er knettergek van worden. We geven ze een ring, een kleuring, zoals je hier ziet om de poot van deze volwassen gans. En die code is uniek voor deze gans. En ik kijk met de telescoop, 200 meter afstand, kijk ik naar de ganzen toe. En dan kan ik vaststellen waar ze grazen, wie het zijn, hoeveel jongen ze hebben, wie gevechten wint en hoe goed ze het doen. Maar ik kijk niet alleen naar de ganzen, ik kijk ook naar de grasjes. Ik ring ook grasjes. Met een heel klein ringetje, wat ik knip van een drinkrietje, doe ik om een grassprietje heen. En dan kom ik iedere week terug en meet ik hoeveel millimeter daaraan is gekomen. Een hele gekke maat, maar in praktijk is dat het precies zoals de gans die grassprietjes ziet. Want die eet ook van die grassprietjes. En dus iedere week meet ik ze en dan weet ik precies hoeveel gras er groeit en hoeveel voedsel er is voor de ganzen. Die ganzen hebben een geweldig effect. Er komen gewoon over de hele wereld steeds meer ganzen. Het is gewoon een succesverhaal. Ik ben er heel blij mee. Maar er zijn ook heel veel mensen die er last van hebben. Daarom zijn ze ook veel in het nieuws. Hier zie je ook wat ze op de toendra van Spitsbergen eigenlijk veranderen aan de vegetatie. Het is duidelijk daarover begraasd. En wij hebben tamme ganzen ingezet, of tamme ganzen, eigenlijk wilde ganzen in gevangenschap. Om te bestuderen hoe die interactie met de planten eigenlijk precies gaat. Hier zie je twee mensen met de ganzen op stap tussen zich in, als een soort kaasdragers op de markt in Alkmaar. En die brengen de ganzen naar een plot toe en we hebben ze daar op verschillende plots laten grazen en dan bestudeert wat ze doen met de planten. Wat is hun dieet? Deze grafieken laat zien hoe in de loop van de begrazing het dieet van de ganzen helemaal verandert. Omdat ze gewoon planten uitputten.
Maar ze hebben heel duidelijk een voorkeur voor een bepaalde plant. Hier zo linksboven de paardenstaarten. En mos, dat eten ze eigenlijk helemaal niet graag en dat eten ze pas op het laatst. Niet alleen het voer is belangrijk, ook de roofdieren. En we hebben de poolvos als een heel belangrijke rover. Als die ganzen niet kunnen vliegen, dan heb je poolvossen die zich helemaal specialiseren op de jacht op kuikens. We hebben het kunnen zien in de Nieuwe Wildernis, de film ook, hoe die vossen draagt, de rode vos draagt eraan. Dit is een jong van de poolvos, een puppy. En die heeft net van zijn moeder een ganzige kuiken gekregen. En dat gaat hij nu proberen te leren. De moeder wil dat hij leert dat te verstoppen. Want in de winter moet hij dat terugvinden en dan moet hij daarvan overleven. Eén nest met jonge vosjes eet ongeveer 400 ganzenkuikens. Dus dat zijn er nogal wat. Hier zie je de verschillende jaren vanaf 1990. En zie je dat we jaren hebben gehad dat bijna alle kuikens overleefden. Dan waren er geen vossen. En jaren met wel vossen en dan overleefde er bijna geen kuiken meer. Maar het wordt nog ingewikkelder met al die roofdieren, want er zijn ook nieuwe roofdieren die mee gaan spelen. Toen ik daar in 1990 kwam, toen was er in het hele fjord geen enkele van deze bruine vogels, de grote jager. Mooie naam, een beetje een Indiaans klinkende naam. De grote jager is een roofmeeuw en die kan zelfs een volwassen gans letterlijk verdrinken. Hij heeft geen klauwen, maar hij verdrinkt hem als hij niet kan vliegen en hij zit op het water. En dan eet hij hem op of voert hem aan zijn jongen. Een nieuwe rover die in het gebied is verschenen waar ik werk. En wat we ook steeds vaker zien is ijsberen. Ik ben net vorige week nog in Duitsland geweest voor een veiligheidscursus. Al mijn studenten moeten leren schieten. Gewoon omdat als we buiten het dorp zijn, dan moeten we letterlijk nu met een groot geweer lopen voor onze veiligheid. Niet dat ik hoop dat ik het moet gebruiken, maar als puntje bij paaltje komt en er zijn instructies over binnen 30 meter en hij komt op je af, dan moet je gaan schieten. Want anders ben je in het haasje. Nou, die ijsbeer die komt steeds vaker. Dit is de Jouke Prop, heeft in een wildernisgebied gezeten. En eigenlijk sinds 1975 daar heel veel zomers gezeten. Niet iedere zomer, maar wel heel veel zomers. En hij kon deze grafiek maken, waarbij je ziet dat hij jarenlang geen enkele ijsbeer zag in de zomer. Ik ben zelf een keer met hem mee geweest daar in 1988 en 89. En ik heb daar gekampeerd, gewoon in een tentje. En nu, eens in de 3 dagen komt er een ijsbeer langs. Je kunt daar niet meer kamperen gewoon, zonder dat je allerlei veiligheidsmaatregelen treft. Grote veranderingen dus, en die veranderingen ben ik aan het bestuderen daar op de Noordpool. Maar de ganzen doen het overal in de wereld goed. Ook in Nederland, ook hier rond Groningen zie je steeds meer ganzen in de zomer. En we zijn dus ook in de vraag gedoken, wat is het voordeel van de ganzen? Waarom kunnen ze het nu in Nederland doen? Waarom trokken ze eerder naar Spitsbergen toe? En een van de redenen waarom ze het hier zo goed doen is de bemesting. Maar ik denk dat een beperking wel eens kan liggen in dat er hier meer ziektes zijn dan in het Hoge Noorden. In het Hoge Noorden is het alsof je naar een afgelegen gebied gaat waar geen kans is op infectie, waar de infectanten het toch moeilijker hebben om te overleven. Terwijl in Nederland, waar je als je de hele jaar op hetzelfde stukje gras graast, dan eet je eigenlijk de parasiet weer op die je uitgepoept hebt. Dat zorgt voor verschillen. En daar hebben we een proefje mee gedaan met kuikentjes. Hier zie je Elise op Spitsbergen liggen tussen haar kuikentjes. Die hebben we opgegroeid, hebben hun immuunsysteem gevolgd en hun parasieten gevolgd. Maar ook in het Haringvliet in Zeeland. Je ziet aan de horizon zie je de bomen staan. We zijn nu aan het Haringvliet en we hebben hier ook ruiende ganzen gevangen. En daar zitten op het moment letterlijk evenveel ganzen in het Haringvliet als op Spitsbergen 33.000. Nou, dat is een ontzettend aantal. En dat is eigenlijk pas sinds 1980 dat ze aantallen zijn toegenomen. Cecilia heeft daar ook kuikens op gevoed en we hebben gekeken. En we zien in het immuunsysteem allerlei verschillen. Maar dit zijn de verschillen op basis van parasieten in de darm en aan de buitenkant. En er waren 3 verschillende parasieten betrokken. En in Nederland hadden 12 van de 15 kuikens hadden parasieten. En op Spitsbergen 13 van de 15. In Nederland groeiden ze ook met 75% van de groeisnelheid. Veel langzamer. Dus ik denk uiteindelijk dat op de lange termijn die ziektes wel eens in Nederland een belangrijke rol kunnen gaan spelen om te zorgen dat de ganzenpopulatie niet eeuwig blijft doorgroeien. Het voordeel van de ganzen in Nederland is dat ze niet hoeven te trekken. Die vogel trekt 3000 kilometer van hier naar het Hoge Noorden. Dat zorgt er gewoon voor. Dat is levensgevaarlijk. Heb je goede planning voor nodig, vraagt veel energie, veel voorbereiding. En dat is moeilijk. Nou, we zijn die trek beter gaan volgen met apparaatjes aan de ring
van de gans. Dit is een apparaatje aan een brandgans. En als we die terugvangen en die apparaatjes uitlezen, dan kunnen we eigenlijk de positie berekenen. Met de brandgans ben ik begonnen, maar toen ben ik doorgegaan met Noorse sterren te volgen. Want Noorse sterren zijn de kampioenen onder de trek. Die trekken letterlijk van de Noordpool, Spitsbergen, 79 graden noordenbreedte waar ik zit, naar de Zuidpool, 85 graden zuiderbreedte. Geweldige afstanden. Ze zitten in het dorpje waar ik zit, rond mijn huisje broeden ze. Ze maken eigenlijk alleen maar een kuiltje in de greffel en daar leggen ze twee eitjes in. Als je in de buurt komt, gaan ze dat waanzinnig verdedigen. Ze proberen je letterlijk op je hoofd te pikken. Daarom heb ik daar op Spitsbergen ook altijd een pet op met zo'n pompenado, of ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval zorgt dat ervoor dat de sterren niet in mijn hoofd pikt. Want als ik die pet niet op had, dan was het echt steeds dat hij echt bloed trok. Het is echt alsof je met een naald zo in je hoofd pikt. Nou, gelukkig dus ben ik daar dan een beetje tegen beschermd. Maar het is nog steeds lastig. En die sterren hebben nog een andere manier die ze ook wel eens toepassen. En dat is letterlijk divebombing. Ze komen op je af en ze poepen en ze vliegen door. Dus mijn jas is nu nog schoon. Maar als je daar op Spitsbergen bent, dan is vaak die bovenkant helemaal wit van de stront. Als bioloog, vogelvanger, ik kan ze vangen. Ik kan die sterren vangen op het nest. Vrij eenvoudig, ook omdat ze zo fel zijn in de verdediging. Maar juist weer zo rustig als ze op het nest zitten. En dan kunnen we ze hele kleine van die computertjes geven. Voor de ganzen gebruikte ik nog dobbelsteentjes. Voor de sterren gebruik ik een computertje wat eigenlijk 8 bij 3 bij 3 mm is. En wat maar 0,65 gram weegt. Dus het is maar heel weinig. Met alle ringen erbij en zo rust ik die vogel van 100 gram uit met ongeveer anderhalve gram materiaal. En dan kunnen we ze, dan wordt daar steeds de positie in bepaald. En hoe wordt die positie bepaald? Door licht te meten. Iedere 5 minuten slaat hij op hoeveel licht hij meet. Dan denk je, wat kun je daarmee? Nou, als je zo'n lichtprofiel hebt, zoals u hier ziet, dan zie je, als je de daglengte weet en de datum, dan weet je of je hoe noordelijk of hoe zuidelijk je bent. Omdat de daglengte verschilt, omdat de aardas scheef staat. Als je weet wanneer de zon opkomt of wanneer de zon ondergaat, dan weet je hoe oostelijk of hoe westelijk je bent. En dus op deze manier, met deze grafiek, kunnen wij eigenlijk berekenen waar de sterren zit op 200 kilometer nauwkeurig. Nou, dat is misschien niet zo nauwkeurig als het lijkt, maar ze vliegen van Noord naar Zuidpool. Wij weten inmiddels dat zo'n sterren op een jaarlijkse trek 90.000 kilometer vliegt. Dus 200 kilometer, dat maakt helemaal niet zoveel uit en dit is al een prachtig beeld. Ik heb inmiddels 7 sterren teruggevangen met hun eerste tracks. En dit is zo'n voorbeeld van de ruwe gegevens. Op het moment dat hij even op zijn ringetje gaat zitten, kan het ineens nacht lijken. Daarom zijn sommige punten nog helemaal verkeerd. Maar in principe kunnen we die posities berekenen. En hier is het nog een beetje opgeschoond door een vrijwillige topsportstudent die ik heb, die hier in zijn vrije tijd aan werkt. En hier zie je heel mooi dat een deel van de sterren langs Afrika trekt naar Antarctica toe. Een deel van de sterren langs Zuid-Amerika trekt. En dan in Antarctica, rond de Zuidpool, blijven ze dan hangen. Dit zijn al mijn sterren rond de Zuidpool. Ze hebben een heel grote concentratie ook nog ten oosten van Zuid-Amerika. Dat is het gebied waar ik nu van weet dat de anchovisvisserij zit. Dat wist ik eerst niet, maar daar wordt heel veel anchovis gevangen. En die sterren, dat zijn vogeltjes die echt in de opperste waterlaag, die hangen boven het water eigenlijk stil. Die kunnen letterlijk bidden. Misschien zijn er theologen in de zaal, dat is dan ook weer leuk. Biddende vogels. En die duiken dan naar die visjes toe en halen ze uit de bovenste waterlaag. Jonge kleine visjes. En dus met die patronen van de sterren kunnen we eigenlijk weten waar in de zee mooie plekken zitten. Dit is de terugreis van de sterren. En hier zie je prachtig hoe ze een hele mooie curve maken langs Zuid-Afrika. Dan steken ze op de equator over naar de Cariben en dan vliegen ze langs Groenland naar het noorden toe. Waarom die tocht? Nou, dat heeft helemaal te maken met de passaatwinden. Op het zuidelijk halfrond heb je oostenwinden, op het noordelijk halfrond heb je westenwinden. En die sterren die vliegen gewoon met de wind in de rug, vliegen ze naar het zuiden toe. Dit zijn de tracks vanaf Groenland en ook vanaf Spitsbergen. Dat zijn de witte lijnen, gewoon met twee routes langs het zuiden van de Atlantische Oceaan. Maar dan is er een andere groep, en daar ben ik met Dirk Hiemstra ook mee bezig geweest, in de Eemshaven. Prachtig! Ook Noorse sterren. Nu niet de meest noordelijke, maar de meest zuidelijke broedpopulaties van de Noorse sterren. En die vogels in de Eemshaven, dat hebben een aantal mensen hebben daarvan vastgesteld,
dat die letterlijk naar de andere kant van de wereld vliegen. Die komen bij Tasmanië uit. Vanaf de Eemshaven vliegen ze naar Tasmanië. Wereldkampioenen zijn het. En ze zitten daar midden in de Eemshaven op het industrieterrein. En de mensen daar hebben er wel heel veel last van ook. Maar dat je bedenkt dat het gewoon wereldreizigers zijn en 90.000 kilometer kunnen vliegen. Collega's in Alaska hebben ook de sterren gevolgd. Die hebben alleen maar de reis naar het zuiden toe. Maar die konden wel zien dat ze over Zuid-Amerika heen vliegen. En uiteindelijk ook in hetzelfde gebied overwinteren waar mijn sterren overwinteren. En we kunnen die gegevens kunnen we combineren met satellietbeelden over waar de rijkdom in de zee zit. Met de satelliet kun je fytoplankton, plantjes in het water meten, wat de basis is van de hele voedselketen. En waar zitten de rijke plekken? En met mijn onderzoek probeer ik eigenlijk sterren meerdere jaren te volgen en dan te kijken hoe die trekpatronen veranderen als de voedselhoeveelheid in de oceaan verandert. Dus ineens ben ik van poolonderzoeker, ben ik nu bezig met inderdaad hoe op de hele oceaan het voedsel verdeeld is. Om maar te begrijpen hoe die vogels het doen die bij mij naast de deur op Spitsbergen broeden. Om dat jarenlang te kunnen doen, zo'n zijproject, als onderzoeker geld krijgen, dat is ook een belangrijke taak, maar ook best wel moeilijk. Alleen dit was een heel mooi project om met het Ubbo Emmius Fonds samen te ontwikkelen tot een crowdfunding actie. En ik ben wel trots dat ik samen met hun de eerste universiteit in Nederland was die zo'n crowdfunding actie voor zo'n soort onderzoek opzette. En het is een geweldig succes geweest. Ik kan nu echt 4 jaar lang sterren uitrusten en hun patronen volgen. Ik hoop direct met u door te praten. We gaan direct proberen een Skype-verbinding te leggen, zodat u live met mij op Spitsbergen nog even vragen kunt stellen. Of dat ik even kan vertellen hoe de situatie daar is. Ik heb gehoord op dit moment, deze film is een week eerder opgenomen, dat er veel sneeuw was, maar dat er ook al open plekjes waren en dat de ganzen zaten. Nou, direct kan ik vanuit Spitsbergen rechtstreeks op u vertellen hoe de situatie is. En wil u later nog iets zien van wat ik hier verteld heb, dan kunt u op polstation.nl kunt u volgen van al het werk wat ik daar doe. Dank u wel.